Ik haat jou. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zeepi, Ocarina of Time. Ik ben er weer. In de vorige aflevering hebben we de meest vervelende sidequest ooit gedaan, de vierde bottle die nergens op slaat. En hebben we eigenlijk alle items in de game te pakken gekregen? We hebben dit compleet, we hebben dit compleet, we hebben dit compleet, we hebben dit compleet, we hebben dit. Alles is compleet, dus niks meer te doen. Nou, wat we dus gaan doen is in vandaag de aflevering gaan wij eindelijk maar eens een keertje kijken bij Hyrule Castle, wat daar eigenlijk nou gebeurd is. Dat is de enigste... Zo... Melon wordt gek. Maar dat is de enigste locatie waar we dus nog niet zijn geweest. Dus laten we maar gaan kijken wat daar nou eigenlijk gaande is. Want we zijn daar nog niet langs geweest. Dus ja. Gasp. Het is maar wat je leuk vindt om zo je huis op in te richten. Niet echt bepaald mijn smaak. Zeg ik heel bescheiden. Ganon's Castle. Het is Ganondorf hoor, ik weet niet meer. Ik weet niet, in de ene instantie heet het noemt... Het is hetzelfde bij de Windweken. De ene keer noemen ze je Ganon, noemen we hem de slechtere Ganon, dan weer Ganondorf. My name is Ganondorf en tot het spel niet weet hoe dat we hem moeten noemen. Maar goed. Zeepi, can you hear me? It's Rauru, the Sage. We think we'll gather our power to create a bridge to the castle where Ganondorf dwells. The castle's keep, which is known as Ganon's Tower, is protected by 6 evil barriers. Bring down those 6 barriers and save Princess Zelda. En dit is eigenlijk de kracht van de medaillonnen. Eigenlijk is de kracht van het heetje zelf, dus zijn die medaillonnen nog steeds waardeloos, maar dat maakt niet uit. Laten we maar net doen alsof dat belangrijk is. En het grappige is, als je nou naar Link kijkt, of naar Zeepi, die gaat echt zo bij die brug, is het wel sterk genoeg? Of die kijkt echt zo naar beneden, van val ik hier nou niet doorheen of zo? Ik vind het wel grappig, echt zo één stapje dat hij zet van, durf ik hier wel overheen te lopen? Is mijn mening überhaupt wel gevraagd? Hebben jullie enig idee hoe eng dat het is? Ik bedoel, regenbogen werken normaal gesproken niet zo. Dus ja... Het is maar je zin hebt natuurlijk. Maar goed, we zijn dus inside Ganon's Castle. Dit wordt geprotect door 2 van de BMO's. Die we gewoon negeren en gewoon hier doorlopen. En het wordt hier dus geprotect door 6 barriers. Nou, er zijn hier een paar barriers waar we dus zeg maar nou nog niet naartoe kunnen. Wat eigenlijk best wel jammer is. Maar er zijn er ook weer een paar die we dus eigenlijk zo snel mogelijk willen doen. Zo ASAP as possible. Nou, de forest, laten we daar maar mee beginnen. Ik bedoel, waarom ook niet, hè? We kunnen de barriers gelijk beginnen te slopen. Dus wat we hier nodig hebben zijn... Vuurpijlen. Dins fire. En... een beetje geluk. Oké, nou, eventjes jou eventjes aan de kant. Hallo, wolfje. Dolfje weer, wolfje. Ga weg. Ga heen. Ga Ganondorf eventjes vertellen tot we eraan komen, ja? Zeg maar vast tot hij de koffie klaarzet. Alsof dat hij dat zal gaan doen. Nou, er zitten hier eigenlijk heel erg veel kistjes, secrets, net zoals dit. Leuk. 5 rubies. Echt nodig. Thanks. Thanks, game. We bent er toch lief voor me. Oké, maar goed. Je wil hier dus Dinsfire gaan gebruiken. Ja, op de achtergrond kunnen jullie af en toe misschien een beetje Melon horen. Ik weet niet of jullie hem echt goed kunnen horen. Maar Melon, mijn konijntje, die heeft een nieuwe speelbal gekregen. En die is helemaal aan het huppelen van enthousiasme. Dus ik weet niet of dat op de achtergrond te horen is, maar goed. In ieder geval, diegene daarboven die wil je dus raken met een vuurpijl. En dan komen we dus zeg maar bij dit. Dit is eigenlijk een beetje meer Shadow Temple gerelateerd. Dus waarom dat ze nou in één keer beginnen met hier Shadow Temple dinges neer te zetten? Ik zou het niet weten. Ik ben geen fan. Oké, nou je wil wachten hier tot de wind aanstaat. Dan worden we deze kant op geblazen. Zijn we heel erg blij konijntje. Oh, daar hebben we weer zo'n Beamos hoor. En Beamossen, die stinken. Beamossen die doen alleen maar vervelende dingen met je als je niet uitkijkt. Door je bijvoorbeeld te laseren en zo. Dus die willen we gelijk even uitschakelen. En ja, ik weet het. Het zijn weer van die zilveren roepies. Ik word er niet vrolijk van. Echt serieus. Mijn minst favoriete roepie in The Legend of Zelda Ocarina of Time moet de zilveren zijn. Voor de mensen die Ocarina of Time nooit hebben gespeeld. Die zijn normaal gesproken net zoals blauwe roepies. Zijn ze 5 waard.
Maar in dit spel zijn ze echt alleen maar geplaatst voor de sake voor deuren te openen. In dit geval hier bijvoorbeeld. Wachten tot de wind uit is. Ja. Doei. Dat geldt hier eigenlijk ook. Dus dan wacht ik hier heel eventjes. Nee, maar ze zijn echt alleen maar neergezet, zeg maar, om als sleutel te functioneren. Van, ja, je moet een deur openmaken en die deur gaat alleen maar open als je al die silver rubies hebt gehaald. En het is op zich wel een leuk concept, maar het spel gebruikt ze gewoon veel te veel. En heel veel mensen die hebben al in de reacties neergezet dat ze het daar ook totaal mee eens zijn, want het zijn er ook veel te veel. In Majora's Mask heb je niet één zo'n puzzel en dat spel is ook eigenlijk geweldig. Heeft wel weinig dungeons, dat is mijn enige complaint about Majora's Mask. Gaan we ook nog zeker een keertje tackelen, daar niet van. Maar dat is het enigste grootste probleem dat ik heb met Majora's Mask. Te weinig dungeons. Ben ik heel makkelijk in. Dus, ik bedoel, ik ben zelf ben ik wel een liefhebber, zeg maar, om een beetje uitdagende basis te krijgen. En hier heb je er behoorlijk veel. Dus, oké, nou, hier hebben we de barrier. Eventjes deze pot even breken voor gratis pijlen en gratis magie. Of health in dit geval. Kan ik eindelijk ook eventjes die pantoffelen weer uitdoen. Maar de forest is niet eigenlijk de eerste die je wil doen. Ik wou dit eigenlijk gewoon een beetje als demo even laten zien hoe dat deze barriers gaan werken. Dus in dit geval. Nou, wat we moeten doen is, we zien daar dus zeg maar de barrier. We krijgen helaas geen pijlen hier, maar maakt niet echt zoveel uit. Wat we moeten doen is, je moet de light arrow selecteren. En je moet dus zeg maar die barrier neerschieten met de light arrow. En daar hebben we Saria. En Zeepie draagt een oorbel. The forest barrier is dispelled. Hurry up, Zeepie! Oké. Nou, het voordeel is wel, als je zo'n barrier hebt gebroken, dan word je automatisch geteleporteerd weer terug naar de grote centrale ruimte. En hoeven we ons dus absoluut niet druk te maken over teruglopen, zeg maar, hier naartoe. Dat wordt automatisch gedaan. Dat is dus in ieder geval een groot voordeel. Nou, wat dus nou heel erg belangrijk is, is er is één kamer die wil je gewoon als eerste eigenlijk doen. Ik heb nou eventjes Saria gepakt, de groene, als voorbeeld. Want je ziet hier bijvoorbeeld een hele grote steen staan. En daar kunnen wij op dit moment nog niks mee. Maar Zelda player, had je niet gezegd dat je alle items al had? Dus hoe kom je daar nou in godsnaam voorbij? Nou, zoals ik al zei, we hebben alle items in overwereld. Nee, dat zei je niet! Oké, sorry, dat ben ik dan vergeten te zeggen. Maar we hebben alle items in de overwereld. En in deze plek hebben we ook nog een item die we kunnen vinden. Oh. Dus ja. Hier is het namelijk een beetje de bedoeling. Als we hier dus zeg maar willen komen. Oh, dat kistje daar is het niet. Ja. Wat zouden er dan in dat kistje zitten? Ik laat het wel zien. Dit kistje is het niet waard. Want volgens mij uit mijn hoofd zit er maar 5 roepies in. Point wasted. Ik weet dat jullie me anders zouden dood gaan zeuren van, hey, wat zit er dan in dat kistje? Dan bespalen wij wel of het echt zinloos is of niet. Maar zoals ik al zei, het is echt zinloos. Nou, wat we hier moeten doen is, je hebt daar een torch. En die torch die moeten we dus zeg maar aansteken met de vuurpijlen. Dus dit is de enigste plek waar je echt vuurpijlen nodig gaat hebben. En als je die dus zeg maar aansteekt, dan komen deze plateautjes tevoorschijn. Voor maar een korte tijd. Zeg ik eventjes heel erg belangrijk bij. Voor een korte tijd komen hier dus zeg maar... Nee, nee. Als jij mij nou van de rond af knikkert, hè, dan word ik echt... Nee. Jawel, dat doet hij dus wel. Het probleem is dus met die like-like. Dat is de gemeenste like-like. I don't like-like-likes. Dat is de gemeenste like-like ooit geplaatst. Op het moment heb je daar een tunic aan. Bijvoorbeeld de red of blue tunic. Heb je een fire of... Of heb je je gewone Hylian Shield geëquipt? Je bent hem kwijt. Op het moment dat hij zeg maar jou dan vat en jouw schild meeneemt of jouw tunic, dan heb je een probleem. Want wat doet hij? Hij spuugt jou van de rand af en dan teleporteer je weer terug naar de deur toe. Dit betekent dat hij dus zeg maar je item meepikt, want hij zal hem niet droppen op het moment als je hem verslagen hebt. Dus ben ik even blij dat ik de Mero Shield heb geëquipt. Nou zijn er hier nog twee dingen zeg maar die we zeker willen doen. Jullie hebben pijlen, die we ook hebben. Goed zo. Nou, we hebben weer een paar pijlen. Dan ben ik weer een beetje tevreden. Wat? Tuurlijk spring ik er gewoon... Jongens, serieus, mijn excuses. Laatst heb ik weer een andere Zelda game zitten spelen. Volgens mij was het Skyward Sword die ik heb gedaan. En dan speel je op hogere frames. En
Ik blijf het gewoon zeggen. We zijn verwend. We zijn verwend. Als je zeg maar... Je ontwikkelt jezelf... aan hoe dat een spel eigenlijk speelt. Dus heb je heel lang dit spel bijvoorbeeld gespeeld? Dan... dan ga je je tactiek zeg maar op de... manier waarop dat je dit speelt... ga je daar zeg maar op aanpassen. Dus dan maak je minder veel fouten... omdat je bent eenmaal gewend om dit te spelen. Ga daar maar eens een keertje zeg maar zo'n high frame spel spelen. Dan kom je erachter hoe vervelend dat het wel niet kan zijn. Maar goed, wat we hier moeten doen... dit is even heel belangrijk. We hebben daaronder even een trapje. Alleen maar als de torch brandt. Niet overheen springen. En die laat een kistje verschijnen. Dat is een heel belangrijk kistje. Dat kan ik jullie nou al vertellen. Namelijk in dit kistje... alleen maar te krijgen als die torch aan is, hè, jongens. Niet te vergeten. Het is required. You got the gold gauntlet! You can feel even more power coursing through your arms. Grab it A and lift stuff up. Stuff! I can't wait to grab some stuff! Voor degene die de Faces of Evil hebben gezien. Oké, nou, vanaf dit moment hebben we eventjes de Lens of Truth nodig. Namelijk, als we de Lens of Truth hier gebruiken, dan zien we helemaal niks. Maar kijken we de andere kant op, dan zien we hier een paadje lopen. Wat leuk! En nou ga ik jullie gelijk ook vertellen wat dus het meest... Really? Serieus? Oh, ja, wacht. Nee. Dit is mijn fout. Zien jullie daar die switch? Dit is totaal mijn fout. Mijn excuses, jongens. Sorry, ik ben een dom konijntje. Het spijt me. Die switch daar, die heeft dus zeg maar ook een route. En die moeten wij dus zeg maar... daar moeten wij dus zeg maar ook nog heel eventjes naartoe. Want die schakelaar die opent namelijk de deur. En die ben ik helemaal vergeten, omdat ik blij ben dat we nou de Golden Gauntlets hebben. Nou, op het moment dat we het gedaan hebben, kunnen we dus rustig die deur door. Maar er is dadelijk iets heel belangrijks. Wat we dus zeg maar met de Golden Gauntlets kunnen doen. En dat wil ik jullie zeker laten zien. Want het is echt heel belangrijk om dat te doen. Maar goed. Nou ja, als je niet zoveel ervaring hebt in het spel en... ja, bijvoorbeeld net zoals ik, constant van een cliff afloopt. Nee. Dat was een foutje, sorry jongens. Oké, nou laten we heel eventjes deze cutscene heel eventjes activeren tot deze barrier ook weer gehaald is. En dan gaan wij naar een van de grootste broken items in de game. En dan heb ik het nog niet eens over Nairu's Love, want Nairu's Love is gewoon broken, blijft gewoon broken, zal altijd broken blijven. Impa! The shadow barrier is dispelled. Please save the princess. Je hebt nog steeds soep in je haar. En ik heb het je nog steeds niet vergeven, want je wou me bijna overrijden toen ik nog maar een klein kindje was. Stoute Impa. Swing. Echt die close-up, hè, van... Ik bedoel, jullie hebben ons een medaillonnen gegeven, dus waarom zitten jullie daar nou eigenlijk weer gevangen? Logica is mijn broodje gezond verstand en gesmeerd in mijn boter, dat maakt niet uit. Goed, nou... we hebben dus nu de Golden Gauntlet, zoals je ziet. Hij is geëquipt. Dus die zorgen ervoor dat wij die hele grote stenen op kunnen tillen. Nou is er namelijk een secret to everybody. Sommigen die vergeten hem zelfs. Aangezien dat, ja, je bent eenmaal hier binnen. Dan denk je van, we gaan ervoor. Maar er zit hier één secret to everybody. Die wil ik jullie zeker laten zien. Nairu's Love is broken. Dat is echt het meest broken item van de game. Maar kost magie. Weten jullie nog dat ik jullie heb gezegd dat we nou op dit moment 20 hartjes hebben? Zou leuk zijn als dat verdubbeld kon worden, of niet? Het is mogelijk. Oh. Echt waar. Als je hier naar buiten toe loopt, het is nog niet eens ver weg. Het is echt enorm dichtbij zelfs. Dat is juist het probleem. Dat is het probleem wat ik hiermee heb. Daarom is het zo broken als maar zijn kan. Je hebt hier de zilveren stenen die we nou op kunnen tillen met de zilveren gauntlets. Dus de konwal en... nog een Golden Scultula. Hoeveel Golden Scultula's zullen we in totaal hebben? Want dit is de laatste die we pakken. Dus hartstikke leuk om die nog even mee te pikken. Nee, ik druk de... ik speel met de Pro Controller, jongens. Dus af en toe wil die C-knop die registreert dan tegenovergesteld als ik hem loslaat. Oké, we hebben een Golden Scultula. Hoeveel is ons totaal? 62. Kan ik mee leven. Vergeet niet, we hebben gezegd... we gaan tot de 50. 100 is niet echt nodig. Maar goed, hier zien wij dus ook zo'n gigantische pilaar staan... en alleen met de Golden Gauntlets kunnen we daar naartoe.
Nou zul je natuurlijk denken van ja, daar zit toch die Great Fairy die ons Dins Fire heeft gegeven? Nee. We zijn 7 jaar verder in de toekomst. En in 7 jaar is dat veetje een stuk sterker geworden. En ook een stuk lelijker, maar dat is bijzaak. Nou, dus we kunnen die stenen hebben we dus aan de kant geworpen. En als we dan hier naartoe komen, hopelijk voor de laatste keer, krijgen we dus nu nog dit nummer te horen. Want echt, ik word doodgegooid met dit nummer. Dan moet ik zeggen dat hij op de echte ocarina best wel mooi klinkt. Dus, maar dat maakt niet uit. Oh god, oh god, oh god. Oh boy. Young Waker of the Wind. Die grap wordt oud. Spreek. Welcome, Zepi. I am the Great Fairy of Courage. I'm going to enchant your defensive power. Receive it now. Ik weet nog goed de eerste keer toen ik dit spel echt zat te spelen, jongens. Echt, mijn moeder die kwam binnen, mijn kamer binnen. Ik was op dat moment bij de Great Fairy en mijn moeder had echt een eerste wat voor spel ben jij aan het spelen? Toen zei ik, mama, dit is The Legend of Zelda. Dat is niet waar, dat is dat spelletje waar je die sleutels moet verzamelen en door die deurtjes heen moet lopen. Ik zeg, nee, dit is de 3D. Maar toen ik naar buiten toe liep, toen zag ze de hartjes en alles. Maar ik bedoel, serieus, dat mensen is zo eng als het maar zijn kan. Ik bedoel, serieus, Five Nights at Freddy's, dat gezicht, recht in je gezicht. Ik denk dat iedereen 7 kleuren poep aan het uitpoepen is ondertussen, hoor. Voor de kleinere fans, Five Nights at Freddy's is een enorme jumpscare game. Dus vandaag dus. Maar echt serieus. Ik haat dat mens. Maar goed, we hebben dus nou een extra defensive power. En ik zei al van, we kunnen onze hartjes dus verdubbelen door 40 hartjes te krijgen. Nou, iedereen die goed kan tellen, die ziet nog steeds 20 hartjes staan. Maar ik zou jullie vertellen, nou dat er een witte rand omheen zit, tellen die hartjes eigenlijk dubbel. Want alle schade die we nu nemen is gehalveerd. Dus dat wil zeggen dat we 2 keer zoveel helft hebben. Dus dat wil zeggen, elk hartje schade wat we nemen, nou maar, neem nu maar een half hartje schade. Iedere 2 hartjes een hartje en zo kun je dus verder gaan. Een kwart hartje is zelfs tot soms nog wel eens. Het kan een beetje buggen op sommige momenten, dat je de ene keer geen schade neemt en de andere keer in één keer 3/4 hartje schade neemt. Slaat nergens op, maar goed, maakt niet echt zoveel uit. Maar, dit is gewoon, ik blijf gewoon bij mijn punt, dit is broken. Broken. Oké, nou in ieder geval, we gaan gewoon nog heel eventjes verder met barriers unlocken. Volgens mij moesten we hier weer al die... Oh, nee. 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 Jongens, dit is de Spirit Temple kant. Had op zijn minst, gewoon op zijn minst hier dan zo'n licht puzzeltje neergezet. Of iets. Gewoon iets dat anders is dan die stink silver rupees. Ik weet niet wat ik meer gehaat heb. Die vierde bottle of de stink... Oké, de vierde bottle. Vierde bottle wint. Die haat ik meer. Nog steeds. Maar silver rupees, die zijn hier te veel, jongens. Die zijn hier echt veel te veel. Ik snap dat ook Ocarina of Time de eerste 3D-versie was. En ja, ik ben er enorm over gehyped. Maar ik denk dat ik echt mijn eigen moet gaan reconsideren. Om te zeggen van, is het nog steeds mijn favoriete Zelda game? Want ik vind het nog steeds leuk om te spelen. Maar deze kamers en sommige items zijn bij mij nog steeds een enorme letdown. Laat ik eerlijk wezen. Oh, en trouwens, mocht je low on health zitten, wat ik ook betwijfel. Daar kun je een Great Fairy oproepen. Nogmaals, een Great Fairy die dus zeg maar je magie en health vult. En niet een Great Fairy die zo angstaanjagend in één keer komt aanlachen van... Oké. Jullie snappen me wel. Goed. Nou, hup. Pas erop, hè. Auw. Van jullie. Oké, nou, deurtjes open. Kunt hier trouwens wel een heel interessant geluid maken door zo'n ding, zeg maar. Weet je wat? Laat ik het even voor de grap doen. Ik bedoel... Het is bijna de... We zitten in de laatste week van Ocarina of Time. Dus laten we hier eens eventjes een beetje mee clearen. Dat is een interessant geluid.
Ik krijg er hoofdpijn van. Goed, nou. Dan komen we dus zeg maar hier aan. En eindelijk zijn ze hier zo slim om dus zeg maar één van de puzzels die we dus hebben geleerd in de Spirit Temple te gebruiken. Namelijk Pomchu puzzels. Nou, deze die is eigenlijk heel erg makkelijk te breken. Omdat we hebben hier, hebben we zeg maar een schakelaar. Die zorgt ervoor dat we Pomchus krijgen. Dat zit er in dat kistje. Maar aangezien dat we al genoeg Pomchus hebben, heb ik zoiets van eerst proberen. En dan pas die Pomchus pakken. Nou, het is heel makkelijk om deze te doen. Je moet hem namelijk eventjes vasthouden. En dan laat je hem los. En als het goed is, doet hij nou boom. Voilà. Zo moeilijk is de puzzel dus niet. Maar het heeft toch een beetje te maken bij de Spirit-tempel. Want als Young Link hebben we dit moeten doen. Is een leuke throwback. Nou, had er nou nog een lichtpuzzel ingegooid en iedereen was blij. Nee, zilver rupees. Het is echt alsof... Wacht, ik zie een zonnetje. Als je hier die lichtpuzzel ook ingooit, waarom dan in godsnaam die stomme stinkzilver rupees? Oh, nou ja, in ieder geval, hier moet je de vuurpijl opschieten, want dat zit namelijk met de spinnenweb vast. Een beetje zeg maar als in de Windweker. Nou, we hebben onze Merel Shield en als ik me niet vergis, was jij het. Nee. Oké, nou, raak je dus een verkeerde, dan komt er dus zeg maar een Wallmaster, die komt dan op je af. Dus die wil je wel zo snel mogelijk killen. Grappig is, je kunt ze ook zelfs killen met zonlicht. Even kijken, nou, we hebben er nog 1, 2, was jij het dan? Nee toch. Zal ik jullie heel eventjes voor de grap laten zien. Je kunt ze dus ook killen. Oh, ik dacht dat je ze hier kon killen met zonlicht. Oh, hij gaat weer de... Nou, weet je wel. Vind ik niet. Ook al niet! Ik ben echt, goed bezig vandaag, hoor. Nou ja. Dus het is wel de eerste... Dit is echt zo mindgame, van... Iedereen die zal automatisch de eerste overslaan, want ja, het zal vast wel zeker niet de eerste zijn. En dan stiekem blijkt het dus wel de eerste te zijn. Maar ja, het maakt niet uit, we hebben hem eindelijk gehaald. Dus we doen hier even een lichtpijltje bij pakken. Hoi. 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 Oké, en dan gaan wij dus zeg maar hier. En als het goed is, komen we dus hier Naboo tegen van de Spirit Temple. Want die zit weer opgesloten of zo. Ik weet hoe dat die muts dat voor elkaar heeft gekregen. Ik weet het niet. The Spirit Barrier is dispelled. Hurry up, kid. Ja, je stem is weer veranderd. Sorry, ik ben je stem vergeten. Want jij hebt niet zo'n boeiende, interessante stem. Omdat je niet zo'n hele boeiende en spannende en interessante character bent. Ik bedoel, de Gerudo muziek hou ik wel van. De Naboo, sorry. Nee. Ik bedoel, Saria, die is op zich, die helpt u nog in het begin heel erg veel. Dus daar heb je nogal veel contacten mee, maar... Ja, Naboo, zou ik zeggen, niet echt. Dus, Maar goed, we hebben dus nou de helft van de barriers hebben we gedaan. Dus ik denk dat ik het daarbij ga laten. Aangezien dat we ook de Golden Gauntlets hebben. En ook nog eens een keertje extra defense. Dus, morgen bij de Legend of Zapier, Ocarina of Time, gaan we natuurlijk helemaal verder. En dan gaan we dus eindelijk die barrier gaan verslaan. En waarschijnlijk gaan we nog... Dieper in de tempel ook nog eens in een keer. Dus ik hoop jullie allemaal te zien. Heb je een leuk zo'n momentje? Laat het weten in de reacties als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Laat een like achter als je daar tijd voor hebt. En ik hoop jullie allemaal te zien voor de mensen die ik heb ontmoet bij de Dutch YouTube Gathering. Heel gezellig dat jullie er waren. Heel leuk dat ik jullie daar heb gezien voor de mensen die niet aanwezig waren. Heel jammer inderdaad. Maar daar kunnen we helaas niks aan doen. Maar jullie zijn ook nog net zo awesome hoor. Dus voel je daar alsjeblieft niet teleurgesteld over. Want jullie support betekent echt heel erg veel voor mij. Dus nogmaals bedankt voor alle support die jullie mij geven. Maar goed, morgen zie ik jullie dus. Dan gaan we verder in Ganon's Tower. En ik hoop jullie dan te zien. Dus tot dan. Doei!